De douanedienst Suriname is vanaf vandaag gastheer bij het organiseren van de Internationale Douaneweek, die op vrijdag 26 januari officieel wordt herdacht. Dit is dan ook de eerste keer dat Suriname deze week organiseert. De douanedienst Suriname participeerde eerder al tijdens de douaneweken die op de ABC-eilanden zijn gehouden. Douaneambtenaren van deze eilanden zijn nu in Suriname om deze week te vieren, zegt Joyce de Vlucht, voorzitter van de Douanebond. Vanwege ons bezoek 2020 hebben we de banden behouden met vooral de vakbondsvoorzitters. Ook zelf op ander niveau met de bepaalde directeuren, et cetera, van de landen en ook andere collega's. Dus ik ga u zeggen, de mensen zijn super enthousiast. We zijn ze vanmorgen op de luchthaven gaan ophalen. Het gaat om Curaçao, Aruba en Caribisch Nederland. Daaronder valt Bonaire. En die mensen zijn super enthousiast, wij ook natuurlijk. Er is een heel week programma opgemaakt. We starten vandaag om 7 uur met een meet and greet. Zodat de ambtenaren van ons, de collega's van het buitenland, dat ze elkaar leren kennen. Dat wordt gehouden in het Royal Breeze Hotel. Verder hebben we nog een programma, als ik zeg, morgen hebben we een sightseeing tour. In de ochtenduren ook op de haven, in de binnenstad. Voor de bezoekende ambtenaren worden gedurende de hele week verschillende activiteiten georganiseerd. De week kan gezien worden als een gelegenheid voor kennismaking en werkafspraken. Toen we daar waren, hadden we afspraak om een rondleiding op de haven daar. Maar geloof me, het programma laat het gewoon niet toe. Toch? Dus dit moet je meer zien als een kennismaking. Dat de douane elkaar wil leren elkaar kennen. En van daaruit gaan we afspraken gaan maken op een ander niveau met de inspecteur, met de directeur. Om die relatie verder uit te bouwen. Toch? Om dan naar werkbezoeken te gaan. Dat is dan de bedoeling. Dat we naar werkbezoeken gaan. En eigenlijk hadden we daarover al gesproken in 2020. Maar vanwege COVID is alles niet doorgegaan. Want het is de bedoeling dat we die werkbezoeken die moeten komen. Willen gaan naar uitwisseling zo'n beetje onderling. Zodat ook ambtenaren naar de landen sturen. En omgekeerd zij ook hier komen werken. En als er opleidingen zijn dat we over en weer toch wel gebruik kunnen maken daarvan. De herdenking van de Internationale Douaneweek valt ook samen met de herdenking van 160 jaar douanedienst Suriname. In het komend jaar zal de douanedienst meer activiteiten ontplooien in verband met dit heugelijk feit.